Dit was een ontmoeting met Jezus die hem een dramatisch ander beeld van de werkelijkheid gaf. Die hem een dramatisch ander beeld gaf van het kruis dan hij daarvoor had gehad. Het kruis was geen dwaasheid. Het kruis was de kracht van God om te redden. En als iemand redding nodig had, dan was het Saulus wel. Dat bleek wel uit deze ontmoeting. En vanaf dat moment zou zijn beeld van het kruis compleet veranderen. Het kruis was geen dwaasheid meer. Het kruis was de wijsheid van God. Het kruis was niet het einde. Het kruis was het begin van een nieuw verbond. Het kruis was geen executie. Het kruis was een offer van het Lam van God. Het kruis was niet het plan van de Farizeeën en de schriftgeleerden. Het kruis was het plan van God om de wereld te redden. Mindblowing. Het kruis was geen verlies van een verliezende Messias. Maar het kruis was een overwinning van de Zoon van God over de duisternis. Hij zag het kruis eerst als verlies van een zogenaamde Messias. Maar vanaf dit moment zou hij het kruis gaan zien als winst.